Hey allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Ik ga vandaag een paar trucjes doen op de trampoline. En ik ga er ook een stukje van leren. Ja, sorry als jullie dat horen, dat is een zwembad. Maar ja, ik ga een paar trucjes doen en ik ga jullie ook leren. Dus ja, laten we beginnen. Het eerste trucje is voorwaarts schieten. Ik ga het één keer voordoen en daarna... Een keer voordoen en daarna leg ik het. Ik ga nu uitleggen hoe ik het doe. Ik ga jullie even leren, want jullie horen mij niet zo goed anders. Ik zet je. En dan, wacht, B3. Oké, sorry, dit is een check van mijn net video. Je gaat beginnen met springen. Zet je handen op je grond en je gaat daar dan in de brug. Hand van brug, dat kun je wel. Dat was hand van brug. Laten we doorgaan naar trucje 2, salto. Voor de salto ga ik het eerst nog even voordoen. Dat was de salto. Eigenlijk, de salto is niet moeilijk. Je gaat eerst een paar keer springen. En dan doe je eerst de voorwaartse flik en dan kan je de salto. Dat kan ik er weer niet op. Derde trucje. Achterwaarts flikflak. Die kan ik ook van mij net. En amper. Ik kan er op twee manieren. Eén manier is eigenlijk niet zo echt goed. Ik ga eerst de eerste manier en dan de tweede manier. Manier 2 is iets moeilijker, die kan ik zelf ook niet. We gaan springen en dan zo doen, zeg maar. Ja, dat was gelukt. Dus ja, meer kan dus eigenlijk gewoon brugvallen en recht komen. Meer kan ik er niet over zeggen, ik ben niet goed in uitleg, ik zeg het niet meer. Trucje 4 is, achterwaarts salto. Ik kan het wel, maar ik ben één keer zo beland. Maar dan andersom zo. En nu vind ik het niet meer zo echt veilig om te doen. Maar voor de video ga ik het toch nog eens proberen. En als ik van de trampoline val, is dat zo. Dus laten we het gewoon doen. Oké, ik wil gewoon springen en achterwaarts flikflak onder de handen te zetten. Vond je deze video nu leuk? Doe dan zeker een duimpje omhoog. En vergeet ook zeker niet te abonneren op de knop. En tips zijn altijd welkom in de reacties. Dag!